Hi iedereen, leuk dat je om je kijken. Ik heb vandaag weer een shopblog voor jullie, want ik ben weer naar Duitsland geweest en heb wat aantal nieuwe producten uit de Catrice collectie. Ik heb wat spulletjes van Essence en ik heb nog meer dingetjes gekocht. Dus die wil ik graag even aan jullie laten zien. Nou, ik begin even met etels wat ik nog in Nederland gekocht heb op het station, want ik ging een aantal dagen weg en ik was mijn zonnecrème vergeten. En dit is een zonnespray met factor 30, dus ik dacht die is wel handig voor in de tas. Ook heb ik deze Elizabeth Arden 8 Hour handcreme gekocht. Die was bij de Eats in de aanbieding nu voor 3 euro. En daarnaast heb ik nagellak remover pads gekocht van de Ethos. Ja, ik vind ze echt niet goed, want ze halen heel moeilijk je nagellak weg. Maar het is wel handig voor in de bus of iets dergelijks. Want je ruikt ze gewoon niet. Ze ruiken op zich wat zoetig, maar niet naar nagellak remover. En ja, ze halen de nagellak er wel mee af. Dus je haalt de nagellak er wel mee af. En ik wilde graag weer een nieuw lakje op doen. Dan heb ik deze gekocht van de Ethos Long Lasting Nail Polish. Een beetje een blauw-groenig kleurtje. Dat is 50 cent. Alleen, ik heb hem niet gebruikt. Dus eigenlijk een beetje zonder aankoop. Nou, dan ben ik naar Duitsland geweest. En nou, laat ik beginnen met Essence. Dan heb ik 5 nieuwe lakjes gekocht. En Essence had in Duitsland zelfs nog niet eens een nieuwe collectie erin liggen. En daar baalde ik een beetje van. Want ik had echt gehoopt dat gewoon de nieuwe spulletjes zouden zijn. Maar die waren er gewoon nog niet. En nu was er wel de nieuwe nagellakker. Dus ik kon in ieder geval gelukkig wel wat meenemen. En nou goed, ik zal ze even stuk voor stuk laten zien aan jullie. Doe ik het even zo. Zo. Even kijken. Dit is de 139 Walk on the Wild Side. Dit is 127 I Love Bad Boys. Dit is 109 Off to Miami. Dit is de 134 Stuck on You. En als laatste heb ik hier de 119 Boho Chic. En ik zal direct even het verschil laten zien tussen de oude en de nieuwe collectie. En zoals je ziet is de oude collectie, dat is deze, die is gewoon wat kleiner dan de nieuwe. In de oude zat 5 ml, in de nieuwe zit 8. En de prijs verschilt ook een beetje, want de oude is 1,29 en de nieuwe die is 1,55 euro. Nou, voor de rest is het niet heel veranderd. Wat leuk is, je ziet hier op de dop zie je het logo van Essence staan. Nou, voor de rest is gewoon niet zo heel verschillend, behalve het flesje zelf en het kwastje. En ik zal even... En wat gewoon ook het verschil is, dat de meeste doppen draai je gewoon open en die voel je gewoon losgaan. De nieuwe systeem heeft een beetje een soort van, als ik hem opdraai, hoor je klik, 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 hoor je, ja, ik weet, je hoort het niet, maar je voelt het, zeg maar. En hierdoor denk ik dat hij wat beter en wat, wat vaster op slot draait als het ware. Dus ik vind het wel echt een pluspunt. Ik heb zo'n rare lok hier vandaag. Zoals je kan zien, nou ja, maakt verder niet zoveel uit. Voor de rest heb ik spullen van Catrice gekocht. Waaronder een nieuwe foundation die ze hebben. Dit is de Ultimate Moisturize Fresh Skin Makeup. En dit is in de 010 Light Beige. Ik heb hem gisteren voor het eerst opgehad. En ik moet zeggen dat ik er heel erg aan moet wennen. Want ik ben gewoon echt gewend aan een foundation die gewoon goed dekt. Zoals de Photo Finish Foundation. Deze geeft gewoon een hele lichte dekking. En is op zich wel heel fijn voor de zomer. Ik ben hem op dit moment nog aan het testen, maar ik weet niet of het echt mijn foundation is. Maar goed, hij is nieuw. Hij voelt fijn. Nou goed, er komt binnenkort nog een review over online. En waar ik heel erg benieuwd naar was, was deze. Dit is de Catrice Glamour Doll Volumizer Mascara. En dit is eigenlijk de lookalike namaak van de Lancôme. En dan weet ik niet, Hypnotic Doll Eye is het. En die heeft ook hetzelfde borsteltje. Het is een siliconen borsteltje. En het siliconen borsteltje die loopt een beetje in een soort van torpedo-achtig. Loopt die. En hij is helemaal gewoon rond hetzelfde. En hij geeft en lengte en volume. En ik heb hem vandaag ook op. En ik moet zeggen dat ik echt voor een budget mascara nu echt best wel onder de indruk ben. Ik ben er nog even goed aan het testen. Dus ik wil nog even een paar keer dragen voordat ik echt een definitieve mening over ga geven. Omdat ik soms na een aantal keer toch mijn mening veranderen over een mascara. Maar tot nu toe ben ik heel erg positief over deze. Hij is volgens mij 4 euro. En ja,
voor een mascara vind ik het gewoon niet duur. En hij geeft echt, tot nu toe voor mijn gevoel, echt een heel mooi effect. Dan heb ik ook 4 nieuwe lakjes uit de nieuwe, vernieuwde collectie. En ik heb een lakje van Catrice van de Cucuba, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, collectie. Ik zal ze even van erbij laten zien weer. Dan laat ik eerst even die van de Cucuba zien. Ja. En dat is deze. Het is een lakje met een warm geel lakje met gouden shimmers erin. Goudgelige shimmers. En dit is de 01 Sunny Side. En die heb ik ook op dit moment op mijn nagels. En ik moet zeggen dat ik het een erg mooi lakje vind. En ja, dit was het enige lakje uit de collectie die ik een beetje leuk vond. De rest vond ik gewoon niet heel interessant. Nou, dan 4 kleurtjes uit de vernieuwde collectie. De eerste is deze. Is No Snow Patrol. Dit is de George Belloni. Dit is de Steal My Heart. Het is een heel mooi bruin-grijzig lakje met heel veel glittertjes in. Wat ook, zoals Doppel zegt, het geeft een. Een brushed metal effect. En als laatste deze. En dit is de Copper Cabana. En ja, ik moet zeggen, ik vind de kleurtjes echt super mooi. En ik heb ze ook al geswatcht en dergelijke. En ze geven een hele mooie dekking. Ik vind de namen overigens weer geweldig van Essence & Catrice. Ze hebben echt wel leuke namen bedacht. En de lakjes zijn wel wat duurder geworden. Want ze zijn nu €2,69 geworden in plaats van €2,49. Maar ik vind nog steeds niet. Ik vind nog steeds heel goedkope lakjes. Dan heb ik van een Duits merk. Balea heb ik deze 3 gekocht. En Balea is een soort van huismerk van de DM. En ik moet zeggen dat ik soms de huismerken hier in Nederland niet heel erg geweldig vind. Kruidvat heeft op zich hele leuke dingen. Maar in Duitsland is er Balea. En Balea is wat dat is echt een heel fijn budgetmerk. Nou, ze hebben nu limited editions. En dit is de Asian douche met bamboe en loodsextract. En die ruikt onwijs lekker. Dan heb ik ook een deo ervan gekocht. En dit is van Hawaii met paya en ja, ik weet niet wat frangipani is, maar er staat een bloemetje bij, dus het is waarschijnlijk een of andere bloem. En als laatste heb ik deze gekocht en dat is de milde handzeep van Australië met macadamia nut oil. En deze ruikt onwijs lekker. Nou, de producten van Balea zijn ongeveer tussen de 80 en €1,30 ongeveer, denk ik. Dus echt gewoon super goedkoop. En ja, als je in Duitsland bent, kan ik je echt aanraden om iets van Balea te proberen. Ik heb al meer dingen gehad. Ik ben heel erg fan van de dagcreme van hun. En er zijn zoveel producten van hun die heel erg fijn zijn. Nou, voor de rest ben ik naar de Body Shop geweest in Duitsland. Ik was eigenlijk nooit bij de Body Shop in Duitsland geweest. Maar ik denk, ik wil nu toch even kijken of ze misschien nog iets leuks in de sale hebben liggen. Nou, er lag niks in de sale, maar ik kwam wel iets heel anders leuks tegen waar ik echt heel blij van ben geworden. Zoals jullie weten ben ik heel erg fan van de Body Shop. En zoals jullie weten ben ik heel erg fan van Satsuma. Alleen is Satsuma bij ons in Nederland officieel uit de collectie. En nu hebben ze af en toe wel eens wat producten, zoals ik heb al een keer de Beautifying Oil daar gekregen. Ik heb de Body Mist al een keer van hun gekocht hier in Nederland. En voor de rest is eigenlijk alles alleen maar bij de outlet te kopen. En de outlet is in Roermond en ik woon in Groningen. Dus dat is voor mij gewoon niet haalbaar om daarheen te gaan om dat te halen. En toen was ik dus in Duitsland bij de Body Shop en toen zag ik deze 2 producten. De Body Butter. En ik ben echt fan van de Body Butter van de Body Shop. Maar ik heb deze ook al gebruikt en ik vind de geur zo lekker. Dus die heb ik meegenomen. En deze, dit is de body polish, dus eigenlijk een body scrub. En die heb ik dus ook meegenomen. Ook die ruikt super lekker. En wat gewoon het leuke is, het meisje daar bij de body shop, die vertelde mij dat daar Satsuma ook uit de collectie was. Alleen dat hij weer teruggekomen is, omdat zoveel mensen daar vroegen. En ik heb het een beetje idee dat hij ook weer in Nederland komt. Want als hij in Duitsland komt, dan volgt Nederland er vast wel na. Dus ik hoop het echt. Ik heb deze overigens erbij gekregen. Die kreeg ik erbij omdat je bij besteding van €20
kreeg je zo'n kleine mini erbij. Nou, super handige, leuke voetenscrub met pepermuntgeur. En als laatste ben ik vandaag, nu net naar werk. Ik heb vanochtend gewerkt. Dat is ook de reden waarom mijn ogen redelijk extreem opgemaakt zijn. Dit is de Sephora look, zoals we dat noemen. Sephora komt elke seizoen met een nieuwe look. En deze zomer is alles in het teken van blauw. En dan echt aqua felblauw. Dus vanochtend deze look bij mezelf gedaan. Even snel, omdat ze graag dat ook op de foto wilde zetten. En daarna het werk ben ik even langs Rituals geweest. En heb ik deze willen gekocht. Want ik zag bij Marcia, volgens mij op Instagram of in een filmpje van haar, zag ik Rituals producten zag ik in haar keuken staan. En ze had erbij gezegd, ja, ik vind het gewoon heel luxe lijken. En ik geef haar een groot gelijk in. Als je deze naast elkaar ziet staan, naast de wasbak, dan vind ik het ook gewoon echt heel luxe staan. En ik ben zelf, heb ik eigenlijk niks van Rituals. Ik koop niet echt veel van Rituals. Ik ben echt meer een bodyshop meisje, om het zo maar te noemen. Maar ik vond deze bij haar zo mooi op het keukenaardig staan. Dat ik dacht van ja, die moet ik gewoon ook halen. En voor in mijn nieuwe huis natuurlijk. Dus deze die gaan direct in een doos. Zodat ze in mijn nieuwe huis mooi in de keuken kunnen staan. En ik zit even heel snel te kijken. Ja, dat is alles wat ik gekocht heb. Alweer een veel te lang filmpje. Ik moest ook best wel veel laten zien. Ook van de nieuwe collectie. Van sommige dingen komen heel snel review online. Of is er al een review over online gekomen. Als jullie nog vragen hebben, laat hem zeker even weten. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!